Vlak na zijn afstuderen in Leiden zweeft Tinbergen rond bij Hulshorst op zoek naar een onderwerp voor verder onderzoek. Een kolonie graafwespen met de wetenschappelijke naam Philanthus triagulum trok zijn aandacht. In Nederland heette die bijenwolf vanwege hun dieet. Ze joegen op honingbijen. Elk wijfje had een eigen hol dat ze vol propte met bijen voor haar jongen. Tinbergen vroeg zich af hoe de wespen erin slaagden de ingang van hun hol te vinden. Het gebied was uitgestrekt en toch kwamen de wespen feilloos weer thuis. Hoe speelden ze dat klaar? Hier lag voor Tinbergen een probleem dat vroeg om een oplossing met behulp van proeven. Geïnspireerd door het voorbeeld van Karel von Frisch, ging Tinbergen in de loop van die zomer van start. Eerst wilde hij weten hoe precies het insect de omgeving van het eigen hol kende. Een simpel proefje leverde het antwoord. Zou dit de bezitster bij terugkeer van de jacht foppen? Nee dus. Ze wist waar de ingang was, verborgen of niet. Het viel Tinbergen op dat de wesp altijd even boven de nestplek stil stond voordat ze wegging. Misschien nam ze de juiste positie in zich op. Maar hoe dan? De bodem was overdekt met pollen, planten, takken, stenen en dennappels. Misschien dienden die als bakens. Tinbergen zette een eigen stel bakens uit rond het hol van zo'n wesp. Toen de wesp tevoorschijn kwam, gedroeg ze zich alsof ze die nieuwe gegevens in zich opnam. Stopte ze de plaats van de kegels ten opzichte van de nestingang misschien in haar geheugen? Als de wesp ze zou gebruiken als oriëntatiepunten, zou ze in de war moeten raken als de kegels tijdens haar afwezigheid werden verplaatst. Zou ze naar het centrum van de cirkel vliegen, met de valse ingang, of naar haar echte nestplek rechts? Tinbergen kreeg al gauw zijn antwoord. Zulke experimenten toonden aan dat wespen bakens uit hun omgeving wisten te gebruiken. Welkom bij de 2.2 Biocast en die heet Experimenteren volgens de regels. Je hebt net gezien hoe Nico Tinbergen onderzoek deed aan de graanvespen. Als jij onderzoek doet op school, moet je ook aan bepaalde regels houden. Natuurwetenschappelijk onderzoek begint met een observatie. Iets wat je ziet, wat je vreemd vindt. En daardoor ga je jezelf een vraag stellen. Dat is je onderzoeksvraag. Datgene wat je uit wilt zoeken. Je bedenkt daarbij een hypothese
En dan ga je op zoek naar een experiment om die onderzoeksvraag te toetsen. Je krijgt daar je resultaten uit en aan de hand van je resultaten kun je een conclusie trekken. En dan zijn er twee mogelijkheden. In het gunstige geval, dan bevestigen je resultaten de hypothese en daarmee heb je de basis voor een nieuwe theorie. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat je hypothese verworpen wordt door de conclusie. In dat geval ga je een nieuwe hypothese bedenken en bedenk je een nieuw experiment om die te toetsen. Je ziet dat natuurwetenschappelijk onderzoek eigenlijk steeds in cirkels gaat. Wat we vorige keer al zeiden, een onderzoeksvraag moet falsificeerbaar zijn. Je moet kunnen aantonen dat je hypothese niet klopt. Je krijgt nooit 100% antwoorden, want een onderzoek doet altijd maar uitspraak over de waarschijnlijkheid van die juistheid. En daarmee vervangt een theorie een minder goede theorie. En zo wordt onderzoek steeds beter, doordat je steeds voortbouwt op de resultaten van anderen. We gaan eens kijken naar een bepaald onderzoek. Je wilt onderzoek doen aan de lengtegroei van planten. En je hebt het idee dat het wel eens te maken kon hebben met licht. Dus je hebt een aantal dozen met daarin niet één, maar groepjes van dezelfde planten. En in de ene doos heb je één gloeilamp, in de andere twee en in de andere drie. En je gaat meten hoeveel de planten groeien. Daarbij is het licht de onafhankelijke variabele. Hetgene wat jij verandert, dat is de onafhankelijke variabele en dat is in dit geval het licht. De groei van de plant is de afhankelijke variabele, want je denkt dat die afhankelijk is van de hoeveelheid licht. Dan ben je nog niet klaar als je drie van die dozen hebt, want je hebt ook nog een vierde nodig waar je geen gloeilamp in doet. En dat is je blanco, oftewel je controle. Om uit te sluiten dat de planten toch wel groeien, ook al zou er geen licht zijn. En dit is gelijk alweer het einde van de 2.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.